Vandaag een antwoord op de vraag van Mandy. Mandy wil dolgraag wat vetmassa verliezen. En ze heeft om die reden specifiek gekozen voor het volgen van een ketogeen dieet. Dit type dieet is namelijk gericht op de verbranding van vet in het lijf in plaats van glucose. En dit type dieet maakt dan ook het verlies van vetmassa wat waarschijnlijker dan een dieet welke niet gericht is op de verbranding van vet in plaats van glucose. Dit dieet is Mandy nu aan het volgen. En ze is daarbij sinds een tijdje ook groene thee gaan drinken. Heel de dag door, elke dag opnieuw. En waarom? Omdat Mandy heeft gelezen dat de consumptie van groene thee de vetverbranding in het lijf verhoogt. Dus haar redenatie was, nou ja, als ik een dieet volg gericht op vetverbranding en dan ook nog eens heel de dag door en elke dag opnieuw groene thee ga drinken, nou, dan moet die vetverbranding in mijn lijf toch zo goed gaan verlopen. Maar helaas verliest Mandy sinds dat ze groene thee is gaan drinken. Mandy was eerst begonnen met dat dieet, had toen het effect daarvan gemerkt. Het effect met betrekking tot de afname in vetmassa. Haar vetmassa nam af. En ze had verwacht dat toen ze de consumptie van groene thee daarbij zou trekken, dat is ze pas later gaan doen, dat de verbranding van vet in haar lijf verhoogd zou raken en dat ze dus meer en sneller vet zou verliezen. Maar het effect per week qua verlies in vetmassa is helemaal niet toegenomen sindsdien. Dus de vraag van Mandy is, hoe kan het dat ik niet meer vet verlies nu ik elke dag, heel de dag door, groene thee drink? Terwijl groene thee, dat lees ik overal, de vetverbranding in het lijf zou verhogen. Hoe kan dat? Nou, Mandy. De verbranding van vet in het lijf hangt nogal af van de aanwezigheid van een aantal factoren die, die moeten aanwezig zijn. En zijn die niet aanwezig, ja, dan zal de verbranding van vet niet plaatsvinden. De verbranding van vet wordt ook wel beta-oxidatie genoemd. Nou, en die naam die doet het al een beetje vermoeden. Het is een proces welke enkel plaats kan vinden samen met zuurstof. Maar zuurstof kan niet getransporteerd worden naar en opgenomen worden in weefsels waar te veel afvalstoffen aanwezig zijn en als gevolg daarvan de zuurtegraad te hoog is. Dit betekent dat wanneer de afvoer van afvalstoffen in je lijf niet goed verloopt en de zuurtegraad in je weefsels als gevolg daarvan te hoog is, dat de verbranding van vet in je lijf niet al te hoog zal zijn, want in die weefsels waar er nog te veel afvalstoffen aanwezig zijn door een slechte afvoer ervan, kan de verbranding van vet niet plaatsvinden. Wat betekent dat? Dat betekent dat wanneer jij een dieet volgt gericht op vetverbranding, dat doe jij. Jij volgt een ketogeen dieet, dus een dieet gericht op vetverbranding. Maar dat dieet, dat draagt onvoldoende bij aan een zo goed mogelijk verloop van de afvalstoffenafvoer in het lijf. En jij gaat vervolgens groene thee drinken, elke dag, heel de dag door. Maar de consumptie daarvan zorgt er niet voor dat die afvoer van afvalstoffen die niet al te goed verloopt, verbetert. Ja, wat is dan het gevolg? Dat de verbranding van vet in je lijf echt niet verhoogd zal en kan raken vanaf het moment dat jij groene thee gaat drinken. Want de omstandigheden die nodig zijn om vet te kunnen verbranden in jouw lijf, de aanwezigheid van een optimale zuurtegraad in het lijf als gevolg van een goede afvoer van afvalstof in het lijf, is dan simpelweg niet aanwezig. Hoe zorg je nou voor een goede afvoer van afvalstoffen in het lijf? Je hebt afvalstoffen in twee verschillende types. Je hebt wateroplosbare varianten en vetoplosbare varianten. Deze kunnen enkel goed verdund, geneutraliseerd en afgevoerd worden. Een navorming van deze stoffen, wat voortdurend plaatsvindt in jouw weefsels, wanneer de
vocht- en elektrolytenbalans in jouw lijf goed geregeld, goed gereguleerd kan worden met behulp van hormonen. Dit is niet het geval wanneer er een slechte voedingstoestand heerst in jouw lijf. En wanneer is dat? Wanneer je lichaam tekorten ervaart in vocht en essentiële voedingsstoffen. Dat betekent dat wanneer jij een dieet volgt, een ketogeen dieet, gericht op vetverbranding, maar jouw dieet veroorzaakt tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen, dan veroorzaakt jouw dieet tevens een verstoring van de vocht- en elektrolytenbalans in het lijf en veroorzaakt jouw dieet tevens op den duur een steeds hogere zuurtegraad in jouw weefsels, want dan kan de afvoer van afvalstoffen in je lijf niet goed verlopen, met als gevolg dat de verbranding van vet in je lijf steeds verder af zou nemen. Ga jij dan groene thee drinken? Maar die groene thee zorgt er niet voor dat de tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen die je lijf veroorzaakt opgelost worden. En die groene thee zorgt er daardoor dus ook niet voor dat de afvoer van afvalstoffen in je lijf beter kan gaan verlopen, want dat is dus afhankelijk van de aanwezigheid van vocht en alle essentiële voedingsstoffen in je lijf. Ja, dan zal de afvoer van afvalstoffen in je lijf slecht blijven verlopen, zal de zuurtegraad in jouw weefsels er niet beter, niet optimaler op worden en kan de verbranding van vet dus ook niet gaan toenemen in je lijf. Weet dus, de verbranding van vet kan enkel plaatsvinden in weefsels waar de zuurtegraad optimaal is en optimaal blijft. Wat is daarvoor nodig? Een voortdurend goed verlopende afvoer van afvalstof in je lijf. Wanneer is dat enkel aan de orde? Wanneer je lichaam in een goede voedingstoestand verkeert en de vocht- en elektrolytenbalans in jouw lijf goed geregeld kan worden met behulp van hormonen. En dat is enkel aan de orde wanneer je dieet goed voorziet in vocht en essentiële voedingsstoffen. Zijn die omstandigheden niet aan de orde, zorgt jouw dieet onvoldoende voor het behoud van een goede voedingstoestand in je lijf en dus een optimale aanvulling steeds in vocht en essentiële voedingsstoffen, dan kan die optimale zuurtegraad in je weefsels niet behouden blijven die nodig is voor een optimale vetverbranding in je lijf. En ja, als drinken van groene thee dus niet bijdraagt aan het oplossen van de tekorten die je dieet veroorzaakt, dan kan die verbranding van vet in je lijf alsnog niet toenemen. Zorg er dus voor, als jij graag vet wil verbranden, dat de voedingstoestand in je lijf goed blijft. Dat jouw dieet, inclusief hetgeen jij drinkt, goed bijdraagt aan de aanvulling van vocht en alle essentiële voedingsstoffen in je lijf. Want anders zal de vetverbranding in je lijf verslechteren, want de vorming van afvalstoffen in je lijf vindt altijd plaats, zal door blijven gaan. En zodra de afvoer van afvalstoffen in je lijf verslechtert, doordat jouw dieet onvoldoende bijdraagt aan het behoud van een goede voedingstoestand in het lijf, dan zal ook de vetverbranding in je lijf verslechteren en niet gaan verbeteren, ook al volg jij een dieet gericht op vetverbranding en ook al drink jij groene thee die erop bekend staat dat het de vetverbranding stimuleert in je lijf.